Morgen, welkom weer bij deze nieuwe video. We hebben weer echt een gebroken nacht gehad. Echt, dat is echt misschien het minste wat ik erover kan zeggen. We hebben echt gewoon een super slechte nacht gehad. En dat is omdat het plotseling begon tussen onweren en te stormen en te bliksemen en te donderen en al die dingetjes in één keer weer natuurlijk. Dus zoals jullie misschien hebben gezien, een paar dagen geleden in onze vlog hadden we dus plotseling hier een waterlek. Die kwam dan tot met beneden uit. Ziet het denk ik wel op het beeld ook. Dus hier zie je dus dat er nu schade is. En daar regent het nu niet meer binnen. Maar nu regent het wel hier binnen. Dus eigenlijk net boven onze verwarming. Nou, dat ziet er dus zo uit. Ik weet niet of je dat heel goed... Ja, je ziet hier dus al die lijntjes. Hè? Dus dat liep echt gewoon binnen. Hebben we dat echt hier nog met een handdoek aan het opvangen geweest. Maar toch, goh, nu dat weer, hebben we weer al die miserie erbij. En dat is echt gewoon, ik dacht echt van yes, ons dak is opgelost. Ja nee, nu komt het water langs de andere kant. Dus nu moeten we opnieuw een oplossing daarvoor gaan zoeken. En het moet dringend opgelost worden, want tegenwoordig regent het echt wel best nog wel vaak en best nog wel hard. Dus daar moeten we eventjes een oplossing voor gaan zoeken. Maar nu is het eerst tijd om Giotti ons koffie in ons theehuisje te gaan opstarten. Jeno is al beneden, ik ga er ook dadelijk nog naartoe. En ja, dan begint eerst onze ochtendshift en dan, daarna zal ik wel nog oplossingen nog moeten gaan zoeken. En vanuit GOT hier GC Rogier. Hey, hallo! Eindelijk ben ik bij GOT! Eindelijk ben ik er een keer. En weet je wat ik heb gekregen? Ja? Botercake? Nee, hoe heet het? Oh, boterbrood? Nu ben ik zelf vergeten. Oh, boterbrood? Broodpudding. Een broodpudding. Oh, ik ken misschien heel veel mensen niet hoor. Broodpudding. Ik heb een heerlijke Belgische broodpudding gekregen. Boterbrood, dat klinkt eigenlijk wel leuk hoor. Broodpudding toch? Broodpudding is het, ja. Broodpudding. En met een bakje vanilleplaag. Ja. Heel erg lekker. Standaard hoor, bij de koffie. Dus niet omdat jij niet speciaal komt. Oh. Hij dacht zich even speciaal te broeden. Nee. GC Rogier maakt filmpjes op YouTube met als thema geocachen. Het is ook toevallig hier het thema hier bij ons koffie- en theehuisje GOT. En dat is ook onze hobby, dus eigenlijk kijken wij elkaars filmpjes heel erg graag. Ja. Want wij maken natuurlijk ook af en toe een vlogje over geocaching. En hij maakt er alleen maar over geocaching. En dat is echt heel erg interessant om eens te volgen. Als je het eens wil zien, kijk hieronder even in de reacties. In de omschrijving. En daar staat een linkje van zijn YouTube kanaal. En dan kan je eens kijken wat geocaching nu eigenlijk allemaal is. Hè. Heb je zo'n how-to geocaching film? Nee, heb ik niet. Nee, heb zou ik nog moeten maken. Dat zou heel leuk zijn, ja. Zo, want, wat is er wel van af, denk je? Misschien doen we een collab. Ja. En dan, dan komen wij in jouw filmpje mee en dan gaan we samen geocachen en leggen we het dus allemaal uit. Voor degene, de noobs eigenlijk. Voor degene die lijkt me heel goed plan. Ja, lijkt me heel goed plan. Doen we. Leuk. We zijn weg. Misschien ook nog wat belangrijk om te vermelden is. Belangrijk. Ons dak is gemaakt. Ja. Het is allemaal gelukt. Die mannen hebben dat zeer goed gedaan. Ze zijn er op het dak gaan springen. En die op hebben dak dat gerepareerd. Allee, de dakwerkers, ze waren echt de Spider-Mannen die tekeer zijn gegaan. Daar zijn we heel tevreden mee. Zelf kunnen we het niet, dus dan laten we het maar doen. En ik vind dat zelf ook maar een beetje gevaarlijk om zo op het dak te gaan staan en al die dingen. Dus dan moet je dat uitbesteden. Ja. Nu stappen we in de auto. Onze zaak is gesloten. Morgen moeten we wel weer heel vroeg op. Want we moeten om... Oh. Wat? Want we moeten om 8 uur weer terug open doen. Dus dat betekent morgen weer om 6 uur opstaan. Maar ondanks dat gaan we dat dan even aan ons laars lappen. Ja. We gaan een leuke avond hebben. Met z'n twee? Nee. Met z'n vier. We gaan, we hebben afgesproken met Talisa en met Sam. Ja. Dat zijn vrienden van ons. Die wonen in het mooie Limburg. Ja. Dichtbij Maastricht. Dat is Nederland. Ja. En ze wonen in Belgisch Limburg trouwens. En daar gaan wij nu naartoe, naar Maastricht. Ik vind het heel gezellig daar. En we hebben daar afgesproken op de parking. Ja. En dan gaan we samen een wandelingetje doen door het park in Maastricht. En dan gaan we lekker eten met z'n vieren. Ja. Het is nog zo mooi weer. Het is nog 23 graden. En wauw. Ik ben blij dat het toch nog tof weer is. Mooi weer. Het is lekker warm. Dus toch nog even genieten. Je hebt zo'n liedje, hè? Kreeg jij dat? Mooi weer. Hey. Vandaag. Doe alles vandaag liever draag. Mooi, hè? Vind je dat? Ja. Echt. Okay. Allee. Clip en we zijn in Maastricht. Ja. 3, 2, 1. Klik. Dacht niet. En nog een keer. 3, 2, 1. Wow, en daar zijn we. Dit is Tali Sam. Talisa en Sam. Tali Sam. Met jullie? Goed. En met jullie? Goed. En met de vlogkijkers.
Hoe is het met jullie? Laat het eens even weten hieronder in de reactie. We gaan nu eventjes hier door het park wandelen. A walk in the park. Dat is een mooi liedje, hè? En daarna gaan we wat gaan eten. Moet je maar eens even opzoeken. Walk in the park. Oké. Okay. Ik dacht, ja, mooi. De walk in the park was lekker gezellig. Ja. En nu zitten we lekker gezellig in het restaurant. Het is hier gezellig druk, hè? Ja, ja, echt. Dus, we zitten in een Mexicaans restaurant en dat waren denk ik scherp. Spaans restaurant, hè? Cubaans. Oké, okay, ja, daar spreken ze wel Spaans, hè? Cubaans. Si. Hoeveel hebben we de tafel nog niet gehad? Nee, met dat weer niet, nee. Tot ziens en bedankt, hè? Dag. Dag. Doei. Nou, dan gaan we nog gezellig stappen hier in, hoe heet het in de weg? Maastricht. Ik ben hier een keer op stappen. Nog één helemaal. Ja, ik kan een helemaal. Doe nog één helemaal. En er is niemand. Kijk, we gaan even behind the scenes van een foto van Talisam. En Julien heeft hem gemaakt. Nog eens eentje. Allee. Oh, er zit hier een duifje langs de kant. Oh, jong duifje. Oh, dat is zielig, hè? Geef thuis een streeltje. Nee, want dat, is, nee, dat mag je niet doen. Dat mag maar jawel, mocht dat wel doen. Was het uw ander na? Die voelt zich gewoon niet goed. Of maar hij wordt er niet ziek van. Dat is heel zielig. Duiven hebben wel vaak ziek. Och, waarom is dat een tuitrust? Die is misschien, die is misschien tegen de raam hier gevlogen. Doet die niet? Nee, maar die heeft wel trouwens hele lange snavel. Wat wil ik maar nu weten? Waarom is echt zielig, hè? Maar ze loopt wel weg. Nee, laat ze maar met rust. Laat ze maar met rust, gewoon. Oh, er zit een keizielige duif hier. Och, waarom? Die heeft pijn, hè, denk ik. We proberen die te aaien, maar... Had je beter niet aan. Oei, nee. Oh, niet tegen het raam lopen, hè. Misschien moeten we die maar met rust laten. Wat heb je nooit? Ik ben wel een redelijk dom. Oh, zo erg van ons weer, dat met dat lakken. Moana doen wij daaraan denken. Oh ja, die ook zo in dat ding. Allee. Oh, wel zielig. Zielig. We hebben het willen strelen, het wil niet gestreeld worden. Oké, okay, klaar. Zullen we daar langs het water lopen daar? Ja, ja. Dan vinden we misschien nog wel ergens een terrasje of een cafeetje waar we even binnen kunnen kruipen. Een lekker gezellig cafeetje. Voor een neutje. Voilà, het zit er allemaal op. We hebben nog iets gedronken in een barretje. Hebben we dat gefilmd? Nee. Het was wel gezellig, het was donker. Het is donker geworden. Niet zoals het lijkt, want het is een lamp hier boven ons. Het is echt donker hier buiten. Die lange dagen zijn zo echt aan het inkorten. Ja, het wordt steeds maar minder en minder licht. Hè. Ja, het is echt al donker. Het is meer en meer herfst tot de warmte. Ja, de herfst is nog best ver weg. Hè, maar, toch, het voelt ja, pas op, zeker een maand. Ja, vanaf oktober begint het dan weer frisser te worden. Ja. Maar ja, daar gaan we niet aan denken. Nee, het was een leuke zomeravond. Ja, het was heel we gaan dat zeker nog eens opnieuw doen. Ja, hey, van onze kant uit dan ja, toch. Ja, van onze kant uit. We zullen er eens over nadenken. Ja, wie weet zien we elkaar nog eens. Ja, wie weet. Ja. Ik denk zondag. Waarschijnlijk zondag. Dat zien we binnenkort in een nieuwe vlog van Jolien en Vajeno. Ja. En van Tali en Sam. Goed, tot ziens hè. Zeker ook abonneren op hun kanaal. Bedankt om te kijken naar deze video en als je meer wilt zien, dan klik je maar op een van deze knopjes.